Marco, wij hebben net een prachtig wagenpark van jullie in ontvangst mogen nemen. Kun jij mij misschien wat meer toelichten achter de motivatie van jullie samenwerking met schaatsteam ICO? Ja, uiteraard. Heel graag, Jan. Het is een hele leuke aflevering voor ons. Ook wel best een spannend moment. We hebben in een hele korte tijd veel auto's moeten regelen, maar dat is uiteindelijk goed gelukt. In het gesprek met Martin en Esmee merkten wij dat we eigenlijk dezelfde DNA hadden als team ICO. We zijn professioneel, we zijn ambitieus, dat zijn we allebei. En we willen ook graag een bijdrage leveren in de mobiliteitsbehoeften van team ICO. Dat doen wij nu met een 14-tal auto's. Ja, en ik ben er enorm trots op dat wij dat samen hebben kunnen opzetten. Ja, Jan, leuk dat ik hier weer jou mag zien. Een heel mooi nieuw wagenpark eigenlijk voor team ICO, nu afgeleverd. Waarom nu dit? Nou, eigenlijk kwam het misschien voor onszelf ook al een verrassing. Misschien ben je zelf al een van de oorzaken, als ik heel eerlijk ben. We hebben met jou natuurlijk een hele goede samenwerking de afgelopen 2 jaar gehad. We zagen eigenlijk in de gesprekken die we met jou hadden, maar ook met de rest van de ploeg, zagen we echt dat er een bepaalde passie in zit en een bepaalde zelfwerkzaamheid. Hè. Het is denk ik allemaal laagdrempelig. Goed georganiseerd, passie voor de sport en er was echt een duidelijke behoefte aan mobiliteit. En daarin hadden wij wel zoiets, dat past heel erg bij ons. Wij proberen als CEO en CEO direct betrokken te zijn bij de maatschappij. We houden van topsport, we houden van mensen met ambitie. Ja, ik ben er heel blij mee, want dankzij jullie kan ik wel verder dat ik mobiel ben en dat ik geen omkijken en geen zorgen heb in het vervoer naar wedstrijden. Ik ben er heel erg blij mee dat jullie... Wij ondersteunen in ieder geval tot en met Peking 2022. Dus we hebben nog 1,5 jaar ruim voor de boeg. En ik hoop dat je het enorm goed gaat doen. En ik hoop eigenlijk jou met de gouden medaille te zien in Peking. Zowel 3000 als 5000 meter. Ja, dat zou gaaf zijn, hè?